Het beschermen van de landsgrenzen vormt nog altijd een grote uitdaging voor het ministerie van Defensie. Dit vertelde minister Krishnakumari Mathura gisteravond in ons programma Q&A. Ondanks de uitdagingen worden er steeds stappen gezet om de bewaking en bescherming van de landsgrenzen op te krikken. De bewindsvrouw wijst erop dat vooral globalisatie en de uitgestrekte grenzen van Suriname het moeilijk maken om de grensbeveiliging op een adequate manier uit te voeren. Delen van de grenzen van Suriname zijn namelijk bijna niet toegankelijk. Laat me zeggen dat we niet helemaal hermetisch dicht zijn. En er gebeurt nog heel veel illegaliteit, komt er via de grenzen binnen, zeker via de rivieren binnen. Maar we doen binnen de mogelijkheden die we hebben ons uiterste best om toch te blijven controleren. En ik ga twee voorbeelden geven. Sedert mijn aantreden hebben we 4 boten gekocht voor Marowijnen. Het zijn kleine korialen met zeg maar motoren. Maar dit is bedoeld om die grenscontrole, die surveillance, die zichtbaarheid op het water te verhogen. Het tweede wat we hebben gedaan is in het oosten de samenwerking met Frans-Guyana verbeterd, zodat er samen gepatrouilleerd kan worden. In het westen hebben we ook een boot en daar proberen we eigenlijk ook surveillances uit te voeren op het water. Marine heeft geen zeewaardige boot. We hopen daar verandering in te brengen. Maar wat we wel doen is samenwerken met de kustwacht. Omdat kustwacht 3 zeewaardige boten heeft. En wat wij doen is ons personeel ter beschikking stellen van de kustwacht elke week, zodat de kustwacht dan veel meer kan patrouilleren. De bewindsvrouw zei verder dat haar departement nu in overleg is met Brazilië om in het zuiden gezamenlijke patrouilles uit te voeren. Bestaande gewoontes maken het moeilijk om de grenscontrole goed uit te voeren. Dit is vooral het geval in het oosten. Kijk, er zijn stromen, zeker met Frans-Guyana, merken we dat. Minister Mathura gelooft wel dat de grenscontrole eens op een degelijk niveau gebracht zal worden. Daarom vindt ze het van groot belang dat partijen in dialoog blijven met elkaar.